De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En als teken daarvan steekt Lucas voor ons de nieuwe kaars aan. Lucas. Dankjewel. Namens de kerkenraad heet ik u, jou, allemaal van harte welkom in deze dienst. Ook zij die thuis met ons verbonden zijn, wensen wij een gezegende dienst toe. Voorganger in deze dienst is dominee Oosterbroek. Voorbeden is gevraagd voor Piet Bruins. Bij een val van de trap brak hij zijn heup, waaraan hij inmiddels geopereerd is. We mogen bidden om een goed herstel. Met de familie Berk willen we danken en bidden. De onderzoeken bij de vader van mij hebben iets van perspectief gegeven. En de onderzoeken bij Frederik hebben gelukkig geen reden tot zorg gegeven. Volgende week, Deo Volente, hopen wij dat de doop van Sophie Boom plaatsvindt. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en Israël. We beginnen de dienst met het zingen van lied 122 uit de evangelische liedbundel. Geen graf hield Davids zoon omkneld, hij overwon die sterke held. Laten we dat staande met elkaar zingen. Goedemorgen, we zijn samen een ogenblik stil voor onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is vanmorgen in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. De drie enige God. Amen. Deze God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de verbondenheid van de Heilige Geest.
Amen. We gaan samen zingen Jezus leven van ons leven. We zijn als gemeente met Christus opgestaan in een nieuw leven. We horen vanmorgen uit het woord van God het onderwijs uit Colossense 3. En daar staat de opstanding van de Heer Jezus centraal voor het nieuwe leven. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaal elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. We zingen nu als antwoord liedboek 434 vers 1 en 2, een loflied op onze God.
kinderen mogen naar voren komen. Wauw, wat een grote rij met kinderen zeg. Wat goed, ze hebben we allemaal een plekje. Kunnen jullie er goed bij? Ja, goed zo. Vandaag zijn we in de kerk. En wat is er voor speciaals? Is het een gewone zondag? Het is Pasen. Het is Pasen, ja. En wat vieren we ook alweer met Pasen? Dat Jezus is opgestaan. Ja, dat Jezus is opgestaan, inderdaad. En daar hebben we net al van gezongen, hè, die mooie liederen. En vandaag mogen we het laatste luikje van het raam openmaken. Eens even kijken, wie wil dat wel eens even doen? Ja, wil jij dat doen? Kom maar. Gaan jullie samen? Kom maar. Ga je met z'n tweeën? Nou, maak hem maar open. Nou, en dan moeten jullie even kijken. Ja, kijk, je kan het ook op de beamer zien. Wat zie je op het laatste plaatje? Deze, de laatste. Dat Jezus wegloopt van het graf. Ja, dat hij wegloopt, hè. Had jij dat ook gezien? Ja, ze lopen samen weg van het graf. Nou mag je weer gaan zitten. En als je goed kijkt, moet je maar even naar die grote plaat op de beamer kijken. Als je heel goed kijkt, zie je in het midden van het raam zie je nog iets. Moet je heel goed kijken, het is een beetje een puzzel. Wie kan het zien? Wie heeft het ontdekt? Een kruis. Ja, een kruis. Hé, maar wat heeft dat kruis nou met Pasen te maken? Daar is Jezus aan gestorven. Hij is aan het kruis gestorven, maar na 3 dagen is hij weer... Hij is opgestaan. Hij is opgestaan, ja. Hé, en nou heb ik iets meegenomen. Want we hebben misschien al wel op school gehoord en anders thuis en anders vandaag in de kerk. Dat Maria kwam bij het graf, hè, bij Jezus. Maar was Jezus nog in het graf? Nee, hè, hij was weg. En ze werd zo blij dat ik denk dat haar hart wel een sprongetje maakte. En soms kun je iets doen, voel maar eens even hier zo... Voel maar eens even hier, zo, hier zit je hart. Voel je hem kloppen? Oh, gelukkig. Ja. Hè. En soms kun je zo blij van iets worden, dat het net lijkt of je hart een sprongetje maakt. Nou heb ik iets meegenomen, een proefje. En dat ga ik laten zien. Sommige kinderen die op aan boord zitten, die hebben hem al gezien, hè? Ja, niet verklappen wat er gebeurt, hè? Nee, want het is heel grappig. Je mag er ook even omheen komen zitten... Kijk uit dat niet de glazen eraf vallen. Ik heb hele mooie glazen van Rolien. Kijk, ga je op de grond zitten, eromheen. Ga maar zitten, want dan kunnen de mensen in de kerk het ook zien. Komen jullie ook erbij? Kom maar, dan kun je het goed zien. Want we hebben speciaal water mee. Wat was er ook weer met dat water? Kan het met gewoon water? Nee, niet met prikwater. Met prikwater, hè? Ja, dus we hebben prikwater. Wil jij hem even vasthouden, de microfoon? Ja. Kijk of hij nog prikt, hoor. Dat hoor je altijd, hè? Ja, kijk. Hij prikt. Ja, ja. In het glas. Floris mag er ook staan even hier. Gaan jullie weer zitten, want dan ga ik ze vasthouden. Dan moet je opletten wat er gebeurt. Kijk. Kijk, bij de ene gebeurt het al. Zie je dat? Zie je wat er gebeurt?
met de hartjes? Blijven ze liggen of gebeurt er iets? Ja? Ze blijven blijven, ze gaan omhoog, hè? Ze springen op. Kijk, die gaan omhoog. Soms duurt het even voordat je hart opspringt. Maar dat is ook als je in de Heer Jezus gelooft. Het is niet altijd meteen boem. Soms heb je even tijd nodig. Kijk, deze zijn al opgesprongen. Deze moeten nog even die denken nog, zou het allemaal echt zijn? Is het echt? Nee, het is echt. Kijk. Oh nee, toch niet. Nee, die hebben we nog meer nodig. Ja, kijk. Toch niet. Ik zet hem neer, misschien komt het daardoor. We hebben gewoon geduld hoor. He? Dus straks toch koffie. Kijk, hij komt vanzelf. Let op. Komt-ie. En nou mag je zometeen mag je een hartje pakken. Die mag je lekker opeten. En als je het leuk vindt, mag je straks als je naar huis gaat, mag je ook nog even een hartje pakken. Want dan kun je het thuis ook nog even uitproberen. En dit is natuurlijk een mooi proefje. Hè? Maar het betekent dat je hart mag opspringen voor de Heer Jezus. De Heer Jezus is er voor jou. Kijk, is die gegaan? Ja, hè? Hij is gegaan. Dus je hart mag een sprongetje maken voor Jezus. En soms duurt het wat langer en soms is het er meteen. We gaan het mooie lied zingen wat we deze periode gezongen hebben. En als je straks klaar, als we klaar zijn met zingen, dan liggen daar kleurplaten en een puzzel. Dan mag je daar lekker op de grond weer kleuren en tekenen. Maar eerst gaan we het mooie lied zingen. Ga je daar zitten? Dan kun je naar de beamer kijken, of aan die kant kun je ook gaan zitten. Gaan we hem samen zingen. Tot God, Jezus is de overwinnaar.
Jullie blijven daar of niet? Ja. Oké. Akkoord. We gaan samen bidden. Heere Jezus, u leeft. U bent opgestaan. De dood kon u niet houden. En uw gemeente is hier vanmorgen verwonderd bij elkaar. U leeft. En die boodschap wordt ons vanmorgen toegeroepen. We worden opgeroepen om mee te zingen. Ook al zien we het nog niet. Ook al merken we er niet zoveel van. U leeft. Het evangelie van u, Heer Jezus Christus, is bezig om die boodschap in ons hoofd te krijgen. In ons hart. In onze longen. Dat we niets anders kunnen dan meezingen. U bent verrezen. Dat oude wonder dat telkens nieuw wordt. Ook in onze levens. We danken u, Heer Jezus, dat u er bent. En dat u vanmorgen ook in ons midden bent. En ons volpompt met uw overwinning. U weet wie we zijn, Heer Jezus. U bent voor mensen zoals wij gestorven. Mensen met verlangens, met gevoelens, met hele mooie kanten, met donkere kanten. U kent ons helemaal. En u wilt ons vanmorgen meenemen in dat nieuwe leven. Dat leven uit één stuk. Dat leven van dat onverdeelde hart. En daar laat u uw woorden horen. We prijzen uw naam. We willen u vragen, Heere God, of u vanmorgen bij ons wil zijn. Of u ons allemaal, jongeren, ouderen, mensen met hele volle levens, mensen met rustige levens, of u ons mee wilt nemen in die pelgrimsstoet die u de lofzang toebrengt. Die zingt dat u leeft, soms boven zichzelf uit. Neemt u ons mee, Heer Jezus. En laat ons hier ervaren in de kerk en de mensen die met ons meekijken, dat u leeft. En dat u ons kent. En dat u met ons bezig bent. Wilt u vanmorgen zelf uw woord voor ons open doen? Dat we mogen begrijpen wat de tekst ons zegt. En vooral dat we in dat woord van u uzelf tegenkomen. De levende. Die mensen aanspreekt, die mensen oproept en die mensen in een spoor van liefde achter zich aantrekt. We vragen u veel, Heere Jezus. Maar we weten dat u ontzettend veel kan. Zelfs de dood is voor u geen probleem. U stond op door de kracht van uw Vader en in uw bloed en in uw opstanding is zoveel kracht tot ons behoud. We prijzen uw genade. We danken u. En we zingen, omdat u leeft. Zijn we niet bang voor morgen, niet bang voor onszelf, niet bang voor omstandigheden. Zelfs niet bang voor de dood. Omdat u er dwars doorheen gegaan bent. Geprezen zij uw naam. Dat bidden we u in de naam van de Heer Jezus, die de opstanding is en het leven. Amen. We lezen vanmorgen het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus, Lucas 24, de verzen 1 tot en met 11. Er staat boven het lege graf. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold
En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hem: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinneren ze zich zijn woorden. De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Tot zover de lezing van het woord van onze God voor deze morgen. Dan gaan we nu samen zingen als inleiding op de verkondiging, liedboek 624, Christus onze Heer vrees. We zingen zometeen na de verkondiging opwekking 47. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. De tekst is uit het gelezen gedeelte. De vraag van de engelen: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Heer is
waarlijk opgestaan. Dat is vanmorgen de centrale boodschap. En die wordt op allerlei manieren wordt die vanmorgen vertolkt. In gebeden, in liederen, in je hartslag als het goed is. Dat je met elkaar die lofzang op de God van de genade vormgeeft in je leven. Die opstanding, dat is niet maar een bericht wat je kunt horen en vervolgens weer mee verder kunt gaan. Maar die opstanding van Jezus is proclamatie. Dat betekent dat God dat laat horen aan ons en hij wil dat we meegaan in die beweging die Jezus Christus groot maakt en die hem beleidt als Heer. En vanmorgen is de gemeente hier in de kerk en thuis en ontmoeten we de levende. En het doel van de verkondiging is vanmorgen dat we merken dat hij tegenwoordig is in ons midden. Zelfs in onze levens. Dat hij daar zijn werk doet, genade en vrede geeft. Als de vrouwen op de paasmorgen naar het graf toe gaan, dan zijn ze daar aangekomen. En wat ze daar precies gingen doen, dat staat er niet. Ze hadden geurige olie bereid. Waarschijnlijk waren ze bezig om hem de laatste eer te bezorgen misschien. Om even te kijken hoe het is. Om even bij te komen, zou je bijna zeggen, van die hectische week. Hoewel bijkomen het goede woord niet is. Ze knepen zich eens in de arm. Als ze bij dat graf aankomen en de steen weggerold vinden. Het graf is open. Is er dan niemand die nog iets heilig vindt? Kunnen ze zelfs niet met hun vingers van het lichaam van hun Here afblijven? Ze wisten zich geen raad, staat er. Ze konden zich geen houding geven. En dan komt er een engel. Twee mannen zelfs, in stralende gewaden, stonden bij hen. En ze schrikken zich kapot. Wat nu weer? Ze bogen het hoofd en dan gaan die mannen praten. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? De levende neemt. De engelen nemen het woord levende op hun lippen. En wat hier gebeurt is zoals God dat altijd doet. In bijzondere omstandigheden. En de opstanding is het meest bijzondere van alles uiteraard. Dan komt God uit de hemel, zou je bijna zeggen. En laat hij horen wat er aan de hand is. Dat is God, hè. Die zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. En die boodschap is zo groot. Dat mensen dat niet kunnen geloven. Die vrouwen die hier op weg gaan, die snappen het ook niet. En die mannen die later in het hoofdstuk aan de orde komen, die al helemaal niet. Als het woord van God gaat klinken, dan zendt God mensen, engelen, om die boodschap duidelijk te maken. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Die vrouwen, die stonden een tijdje terug, 3 dagen terug, ook bij de kruisiging op een afstand te kijken in Matteüs. 2 keer een Maria, een andere vrouw, andere vrouwen zelfs, die zeer bewogen waren met het lot van de Heer Jezus. Ze hielden van hem. En niet zomaar, ze hielden van hem omdat hij van hen hield. Jezus was bezig geweest in hun levens
om daar een bodem te geven. Om ze houvast te geven in het leven. Maria Magdalena was van 7 duivelen verlost. En die andere Maria's, die andere vrouwen, ze waren door Jezus geholpen. Zoals Jezus dat doet. Ze waren mens geworden. Ze konden God recht in de ogen kijken. Dankzij het werk van de Heer Jezus. En die vrouwen gaan op weg naar het graf om Jezus eer te bewijzen. En dan klinkt de stem van die engelen. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Dat is God, hè? En ik hoop dat je vanmorgen dat herkent. Dat die God in je leven aan het werk gegaan is. En dat Jezus je grond onder de voeten gaf. Nabij je is, nabij je was. En dat die God dan telkens verder gaat in je leven om je te kneden. Om je een voorwerp te maken, een mens te maken dat leeft tot zijn eer en tot zijn glorie. Wat zoek je de levende bij de doden? De levende. Daar zit eigenlijk in dat die engel zegt tegen die vrouwen, je weet het wel, Jezus van wie je hield, de gekruisigde, de opgestane, die, hij is hier niet, maar hij is uit de doden opgestaan. Er zit nog iets heel erg moois in. Het is geen verwijt. Joh, wat doe je hier? Snap dat dan. Ik had het toch gezegd. In de tekst zit iets van vrolijke proclamatie. Wat zoek je hem hier? Hij is opgestaan. Kom, doe mee. Zing mee. Zing vrolijk mee. Hij leeft. Wij zijn van Jezus. Van de orde van de hemel, zeggen die engelen eigenlijk. En Jezus is van God. En die God die werkt dwars door dood en door graf en door ellende heen. Hij leeft. In het graf hangt niet de geur van een lijk. In het graf hangt niet de geur van olie, zoals Maria eerder Jezus heeft gezalfd. In het graf hangt een nieuwe geur, een geurige olie van het heil dat de opstanding met zich meebrengt. Hij leeft. Hij is opgestaan, zoals hij gezegd heeft. In de tekst staat een paar keer in vers 7 het woordje moet, de mensenzoon, moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden. Het is niet toevallig. Dat moeten wat hier staat, dat betekent dat er een plan achter zit. Plan van God dat hij zijn zoon ging sturen, die zoon ging lijden en sterven en die zoon moest opstaan uit de dood. Die God, die laat ons vanmorgen als gemeente dit horen. Hij leeft. En daar zit datzelfde moeten achter. Dit moeten we horen. In je oren. In je hart. In elke vezel van je bestaan. Hij leeft. En wat betekent dat? Dat in ons bestaan de dood en het graf niet het laatste woord hebben. Dat de zonde niet het laatste woord heeft. Dat er echt wat anders aan de hand is.
Jezus leeft. En ik met hem. Dat is dankzij die spijkers in zijn handen. Dat is dankzij zijn ongelooflijke liefde. Dat is dankzij de trouw van de Heer Jezus voor mensen zoals wij. Vrouwen maken melding van de opstanding van de doden. Dat is op zich bijzonder. In de tijd van het Nieuwe Testament, als je een boodschap serieus wilde doorgeven, dan zocht je geen vrouwen op. Dan maakte je sowieso geen kans. Dan zocht je mannen op. Vrouwen vertellen hier dat hij is opgestaan. Het woord van de engel geven ze door. De apostelen, de mannen, vers 11, die vonden het maar kletspraat. En die geloofden het niet. Vrouwen, in die tijd veracht en niet voor vol aangezien, zij pakken het. Instrumenten van het heil. En mannen, die hadden wat meer tijd nodig. Hoe we die toepassing van morgen hier maken, dat is even wat lastig uiteraard. Dat moet je misschien zelf maar thuis even doen. Maar het gaat er natuurlijk om dat God ziet wat niet in tel is. Dat God ziet wat veracht is. Dat God het kleine van deze wereld heeft uitgekozen. En dat volmaakt met zijn genade. Dat vrouwen en mannen gaan overvloeien van zijn genade. Hij leeft. Vanmorgen horen we de aankondiging en de uitwerking van het bericht dat Jezus is opgestaan. Hij leeft. En die boodschap die landt bij ons. En misschien ook niet. Misschien is ons leven vol met dingen, mooie dingen, minder mooie dingen, zorgen. En vraag je je af, wat moet ik met dat bericht? Die vrouwen wisten zich geen raad toen ze bij het lege graf aankwamen. Wij weten ons ook vaak geen raad. Met wat God tegen ons zegt en met de ervaringen van ons eigen leven. Daarom is er een gemeente waar het woord van God komt en zijn bedding vindt. Waar mensen met elkaar zingen, soms boven zichzelf uit. Hij leeft. Hij is opgestaan. En de engel roept ons vanmorgen op om niet naar beneden te kijken. Wat zoek je de levende bij de doden? Kijk omhoog. Stap, om het zomaar te zeggen, uit het paradigma van zonde en van schuld. En pak dat nieuwe leven. Opstaan in vrijheid aan die doorboorde hand van de Heer Jezus. De opgestane. De gemeente wordt vanmorgen, en dat zijn wij, hè? Dat ben jij. Dat bent u. Dat bent ik. De gemeente wordt vanmorgen deelgenoot gemaakt. Niet alleen van het bericht, maar van die beweging van Christus die op gang gekomen is. Die doorgaat. Die zondag aan zondag viert dat hij leeft. Die gemeente stapt uit de schaduw van de angst van de dood. En staat op in een nieuw leven. We gaan het samen zingen. Omdat hij leeft, de levende, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Zoek de
de levende. En het evangelie van vanmorgen is dat de levende ons zoekt. Allang voordat wij naar hem vroegen, had hij ons in het oog. Hij leeft. Hij leeft. Amen. We gaan samen danken en bidden. Heere in de hemel, almachtige God en Vader, eeuwige Zoon, Heere Jezus, Heilige Geest, we prijzen u dat u als drie enige God dat plan voor ons hebt gemaakt om ons uit onze verlorenheid te trekken. Om ons grond onder de voeten te geven. Om van de week naar school te gaan. Om de dingen te doen die we moeten doen. Om te leven als nieuwe mensen. Dat u ons niet als prooi hebt overgegeven aan de machten van het verderf. Maar dat we als gemeente van u mogen leven van dat bloed van u, Heer Jezus Christus. Dat echt vrij maakt. Dat echt vernieuwt, dat zicht geeft op de overwinning. We vragen u, almachtige God, of u in onze levens ons zo wil opzoeken. Al bij die eerste paasmorgen bent u bezig met handelen. U staat op, u stuurt engelen, u geeft verkondiging. En zo bent u nog steeds bezig, als de eerste, die boodschap van uw opstanding ons op onze lippen legt. We prijzen uw genade en we vragen u, Heer, wilt u die boodschap in onze harten geven? Dat we als nieuwe mensen op zullen staan in een nieuw leven en dat we als gereinigde mens, als geheiligde mens, onze plek zullen innemen die u ons hebt gegeven. Leert u ons om aan uw hand door dit leven te gaan. Dat is voor ons met vallen en opstaan. En soms zijn de omstandigheden van ons leven behoorlijk pittig, Heere God, u weet dat. Wilt u
juist dan met uw woord bij ons zijn. Met uw geest, dat die ons op onze paden wijsheid geeft. En dat we niet het beneden zoeken, maar juist boven, waar u de levende bent. Dat onze blik niet op onszelf is of op onze omstandigheden, maar op u die leeft. Geeft u ons mensen in onze omgeving die dat uitventen, die daarmee te koop lopen. Geeft u ons een gemeente van mensen die zo vol is van uw opstanding, dat we wel mee moeten doen, omdat u leeft. Heere in de hemel, almachtige God en Vader, hoe groot bent u, hoe barmhartig, hoe heilig en hoe trouw. En hoe laat u vanmorgen ons deelgenoot worden van dat wonder. We prijzen u en we vragen uw Heilige Geest, wilt u het heel dicht bij onze harten leggen? Dat we mee gaan doen, soms luidkeels, soms maar met een dun stemmetje. Hij leeft, hij is opgestaan, ook voor mij. Dat bidden we u voor vrouwen in onze gemeente, voor mannen in onze gemeente, voor ons allemaal. Welke leeftijd we ook hebben, welke fase van het leven we zijn, houd ons met elkaar dicht bij u, bij uw genadetroon. Waar dat bloed van u stroomt dat echt vrij maakt, dat vol van genade is. Geeft u ons verbondenheid aan elkaar door de verbondenheid in u, Heer Jezus. Wat bent u goed voor ons? Wat bent u groot? We prijzen uw naam. We willen u vanmorgen ook bidden, Heere God, voor broeder Piet Bruins, die vorige week gevallen is en zijn heup gebroken heeft en inmiddels eraan geopereerd is. Wilt u bij hem zijn, bij zijn vrouw? U weet wat ze door moeten maken, Heere God. Wilt u juist nu in deze zware omstandigheden bij hen zijn? En geven dat ze iets mogen merken van dat u leeft en dat u aanwezig bent als de Almachtige God. We willen u bidden en danken voor de familie Berk, Heere God. We danken dat de onderzoeken die Frederik had geen nare oorzaken aangeven, dat er geen reden tot zorg is. Wilt u bij haar zijn in haar jeugd? Wilt u haar kracht geven, Heere God? En wilt u om haar heen zijn? We danken u dat er redelijk gunstige berichten zijn van de vader van Vanja. Dat er, als het goed is, geopereerd zal kunnen worden. Dat er perspectief is. Wilt u onze dank in aanvaarding nemen? En zegent u ze met elkaar, Heere God. U weet hoe hard u daar nodig bent. Laat u zichzelf daar met uw doorboorde handen zien. Als de God die van mensen af weet. Als de levende. We bidden u voor andere mensen in onze gemeente, Heere God. Mensen die uitslagen kregen. Die soms verblijdend waren. Die soms minder verblijdend waren. U weet het allemaal. Wilt u met ons meegaan? En gaat u alstublieft als de opgestane ons voor. En geeft u het tempo aan. En laat uw gemeente, laat ons, biddend, gelovend, hopend en vooral liefhebbend, achter u aangaan. In het spoor dat u getrokken hebt, waar uw gemeente niets anders kan en wil dan achter u aangaan. Houd ons heel dicht bij u, almachtige God en Vader. U leeft, u regeert, houd ons dicht bij u. Dat willen we bidden met die woorden die u zelf ons hebt geleerd
onze Vader die in de hemelen zijt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen. En we zingen Psalm 150 vers 1 en 2. Looft God, looft zijn naam alom. En daarna belijden we ons geloof. Beleiden ons geloof met de woorden van zondag 17 van de catechismus over de opstanding van Christus. En daarna zingen we ons laatste lied, U zij de glorie, opgestane Heer. De vraag is, welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons? Drie dingen. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. En om ons in de gerechtigheid te doen delen. Die hij voor ons door zijn dood had verworven. In de tweede plaats worden we door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. In de derde plaats is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Oh,
God gaat met ons mee. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.